Geert, kom mij alsjeblieft helpen. Echt waar. Schiet hem, laat hem terug in gang schieten. Duw, geef hem een duw in de rug. Ik kan alleen maar smeken of bidden dat er iemand mij komt helpen. Ik ben vandaag in Baasrode bij Dendermonde. 3,5 jaar geleden kochten Koen en Bianca hier hun droomhuis. Koen beloofde zijn vrouw en twee dochters om het huis snel op te knappen, maar Koen speelt liever urenlang PlayStation in plaats van te verbouwen. Ik wil dat je gewoon stopt met gamen. Dat je hier iets gaat doen. Soms moet ik zeggen, van, je mag spelen als we één keer... Als wij één keer spelen. Bij wijze van spreken zouden we als broer en zus kunnen leven. En al snel merk ik dat er meer aan de hand is. Ik was vroeger verslaafd aan de gokken. Ik vind u wel moedig. Bianca is ten einde raad en overweegt zelfs om het huis te verkopen als Koen nu niet in gang schiet. Ik denk dat ik mijn valies ga pakken. Meen het? Echt. Welkom bij Help, mijn man is een klusser. (106) hier moet het zijn. Ik denk dat het langs hier is, ja. Oké. Okay. Oh. Ja. Ik neem aan dat dit de voordeur is dan. Of de achter... Bianca? Ja? Ah. Bianca. Hallo. Aangenaam, ik ben Geert. Hallo. Oké. Mag ik even binnenkomen? Tuurlijk, kom binnen. Dank u. Koen en Bianca zijn al 11 jaar een koppel en hebben twee dochters, Kira en Evi. 3 jaar geleden kopen ze een eigen huis. Voor Bianca komt een droom uit, maar die droom wordt snel een nachtmerrie. Dat is normaal de voordeur. Dit is de voordeur? Ja, deze is een tussengangstje. Ah, oké. Oké, Bianca. Jij hebt ons geschreven. Ja. Het ziet u tot daar. Ja. Er moet hier iets veranderen. Ja. Wat is er aan de hand? Ja, ik zit hier in een werf. Hè. Mijn man had plannen om alles te doen en eigenlijk komt er nog niks van. Dus en de kinderen gingen kamers hebben, maar ja, ik zit er echt. Waar zijn de grootste problemen, Bianca? Het toilet. Het toilet? Het toilet, ja. Die is eigenlijk buiten. Hè. De kinderen moeten echt door de voordeur, door de gang en dan hebben ze aan het toilet pas. En dan is dat echt een paar koud in de winter. Oké, mag ik eens kijken? Ja, even. Wow, ja. Voilà. Dat is een toilet. Ja. Dat is een koude. Heel kwaad. En zeker als je een kindje van 3 hebt en van 7 in de winter door laten lopen. Niet toch? Nee. Niet oké. Nee. Inderdaad. Nee. En dit is de enige... De enige toilet dat we hebben. Dus echt, ze moeten van binnen naar buiten lopen. Dat is iets dat mij als vader pakt. Als je daar met 2 woont, als 2 volwassen mensen, tot daar aan toe. Maar als je met kinderen zit, ja, dan vind ik het echt niet meer kunnen. Ja, dat is dus de gang. Ja, dat is dit, ja. Dat is het gangsken om dan naar de badkamer. Mm-hmm. Dat is de badkamer. Dus, maar hier kunnen dus echt die toilet niet zitten. Hè? Dit is het niet, hè? Helemaal niet. Echt niet. Heeft hem nog iets gedaan de laatste tijd? Hier niet, alleen dat is duidelijk. Alleen de donderdag en de woensdag heeft hem een uurtje boven geweest en dan was het gedaan. En wat heeft hem dat uur boven gedaan? 2 latjes tegen de muur geslagen, dat ik weet. Dat heeft hem zelf beneden komen zeggen. Dus, allee, zo gaat de dag rap vooruit. Hè. Dan doet hem 2 latjes en dan is hem beu. Maar als je zegt van, lieve schat, dit is onze badkamer en zo zag ik het niet in mijn dromen. Nee, helemaal niet. Niet hoe dat wij het begrijpt hem dat dan niet? Nee. Snapt hem dat niet? Komt hij niet binnen? Maar het is gemakkelijk, het gaat nog. Hè. We kunnen nog een bad nemen, ja. Hè? Mm-hmm. Je kunt u dat egoïsme niet permitteren. Als jij zegt van, voor mij is dat eigenlijk wel best in orde, is het wel uw taak ook om verder in te schatten, is dat voor de rest van mijn familie wel evenzeer in orde? Ik ben heel benieuwd naar die 2 lattekens die hem al geslagen heeft, eerlijk gezegd. Dat is een... We gaan naar boven, hè, samen. Pas op voor de trap wel, hè. Dat is te zeggen. Dat is een trap, dat moet je niet te snel op of af, want dat gaat fout. Ja. Via deze trap kom je in wat ooit een kinderslaapkamer en een master bedroom moet worden. Oké. Ja. Ja. Zijn latje wil ik even? Ja, waar zijn die 2 latjes? Ah, wel, hier. Ah, hier zijn de 2. Oké. En, zie je het? En hij heeft hier al een zaag ingestoken, dat is dan voor de volgende actie. Dat is de eerste keer dat ik dat zie, hè. Van boven, dus. Maar hier is hij dan 2 uur mee bezig. Ah ja, want hij heeft denk ik eerst 1 uur nodig om al zijn grief goed te leggen. Dat is niet oké. Het enige wat ze nu echt mag doen, is alleen boven hier. En hij mag niet naar beneden van mij. Als hij daar begint, zoals hier, snap dat? Dan ja, natuurlijk. Gaat hij zo in de badkamer beginnen, dan zit ik echt... Allee, dan ga ik nog misschien in een kuipje, de kinderen kunnen wassen. Allee. Nu denk ik bij mijn eigen, oh mijn god, heb ik dat nu al zo lang volgehouden? Volgens mij kan je niet gelukkig zijn in een huis zoals dit. Met de beste wil van de wereld, met de beste bedoelingen, dat lukt niet. Het
praat daar ook niet over. Ik snap dat ik blok mij daar ook. Omdat ik al zo beu ben om daar altijd in discussie om te gaan. Ja, maar je moet dat natuurlijk wel blijven zeggen, als hij het niet weet. Ja, maar ik weet niet. Alleen, zie jij het zelf niet? Besefte jij het ook niet? Ik besef het heel hard. Voilà. Ik vind het heel vreemd dat hij het niet beseft. En ik vind het heel erg voor u. Ja, ik word er echt ziek van. Ik denk dat ik nu even zo terug een duw moet hebben. Zo iemand dat zegt van, kom, het is 11:55, kom aan, doe dat voor je kinderen, voor je vriendin. Hup, ging terug. Wat ga jij doen als hij nu niet in gang schiet? Ik denk dat ik mijn valies ga pakken. Meen het? Echt, echt. Dat is nu echt zijn laatste kans. Nu. Ik zie hem heel graag, maar het is, ja, of ik ga terug huren, ik verkoop het. Allee, zo'n manier wil ik nu geen verder. Dat is maar ik echt, zie dat nu. Het is echt, het kropt, het is echt een, ja, het is echt aan het kraken. Het is toch leefbaar? Ja, oké, het is leefbaar. Het is niet leefbaar. Ik kan er een beetje kwaad van worden zelf, omdat ik last heb met het feit dat iemand ernst van een situatie niet snapt of niet begrijpt. En al snel kom ik te weten wat de echte reden is dat er in dit huis niets gebeurt. Het probleem is, hij speelt meer op zijn tokkelmachine. Dat is een PlayStation. Hoeveel uur speelt hij dan gemiddeld per dag? Per dag? Ik zou zeggen, als hij echt zo in zijn gameweek zit. Het is zo, maar ja, ik slaap meestal ook. Dus hij begint altijd van 10 uur tot 1:04 soms. Dus dat is meer dan... Dat is meer dan 6 uur. Koen speelt dus de hele avond en een stuk van de nacht op het computerspel Grand Theft Auto. En dat zorgt voor heel wat spanningen. En hoe zit het met jullie relatie verder? Want ik kan me voorstellen... Als we over deze niet praten, is dat super. En als we over gamen niet praten, is het super. Maar als we praten over de verbouwingen, dan is het... Dan is het echt... Ruzie. Ruzie. Ja, meestal discussie. En intimiteit? Soms moet ik zeggen, je mocht spelen als we één keer... Als wij één keer spelen. En dan echt wel, ik dacht dat één keer dat dat voor het lachen was. Hè. Ja, dat is inderdaad een goeie. En dan toppen is wat er dan seks gaat bij wijze van spreken. En dan in één keer zeg, ah ja, nu kan ik niet gamen. Oh. Dat is iets dat ik niet, alleen dat ik nu... Nee, dat begrijp ik, daar zijn er niet fier op. Miskoen eigenlijk wel, want als ik alleen in mijn kamer zit of zoiets, dan is dat wel even van... Moet die GTA weer al boven ons staan? Allee, ja. Als je die tijd in bed, in de slaapkamer, met twee, niet meer hebt, ja, dan verzuipt je relatie. Ik ga ervoor zorgen dat jij een tweede kans krijgt. En Koen een tweede kans krijgt. Oké? Ik meen het. Oké. Maar hier is al wel het een en het ander gebeurd. Ja, door zijn vrienden. Oeh, dus Koen zelf heeft dit niet gedaan? Veel meegeholpen. Ah, oké. Ja. Hier is het wel oké. Ik wil nog een paar dingen weten, Bianca. Gaan we even zitten? Ja, is goed. Oké. Daar is het kwaad. Tokkelmachine, PlayStation. Waar 6 uur per dag op gespeeld wordt, je zou me nou kunnen zeggen dat hij verslaafd is. Ja. Is hij niet verslaafd als je 6 uur per dag speelt? Voor mij is hij verslaafd. Hij zegt van niet, hè. Ah, nee? Hij kan zo stoppen. Ik geloof er niks meer van. Het zal vanavond niet meer waar zijn. Er wordt niet meer getokkeld, er wordt gewerkt. Ik ga hem confronteren en de vraag stellen om mee te komen. Hoe gaat hij reageren, denk jij? Ik weet het eigenlijk niet. Hij kan stil zijn, dan is hem gevaarlijk. Ik bedoel, gevaarlijk, hij gaat zich gaan blokken. Wat als hij nu niet wil meewerken? Hij moet gewoon met twee handen grijpen of ik ben gewoon weg met de kinderen. Hij moet iets doen. Allee, hij is niet... Moet ik dat zeggen? Hij staat er niet alleen voor. Hè? Hij heeft hulp. Hij kan bijleren al ten eerste. Oké. Okay. Snap je? Mm-hmm. Hij kan bijleren van ons professionele team. Ja. Ik ga hen er eerst bij halen. Ja. Kunnen we kennis maken? Kunnen de jongens eens even het huis bekijken? En dan ga ik Koen halen. Voor mijn klusteam is geen probleem te groot, geen karwei te zwaar. Ze presteren het best onder druk en falen is geen optie. Ga stoppen. Ja, stop. Smalle mensen. Ja. Is dat plan of? Dat zal plannetje zijn, denk ik, ja. Daarna een trick is ook geen eigen, precies. Oh ja. Daar is een laag gestart. Oei. Ja, gezellig voor hier. Nee. Je zet het te lezen, is het luid? De gipper kan ik er al tegen. Maar het smeren, dat is geen vetten, hè? Terug naar het begin van de jaren 1900. Dat is er ook niet echt proper allemaal, hè? Ja, de bamboe zat er de schimmel zelf al op. Het is nog veel werk aan de winkel. Nog heel veel werk aan de winkel. Hey Bart. Hey. Wel gekomen, heren. Hey, dit is Bianca. Hallo. Pieter. Het is het moment. Je stoutste dromen worden waargemaakt door deze fantastische gasten. Ik ga nu Koen halen. Verzorg daar, soigneer daar. Tot straks. Go, boys. Dus er worden twee kinderen, één kinderkamer en een slaapkamer, veronderstel ik. Ja.
Koen is vooral fanatiek bezig met gamen, niet met klussen. Bianca trekt duidelijk aan de alarmbel. Zo kan het niet langer verder. Ze overweegt zelfs om het huis te verkopen. Ik vraag me af of Koen de ernst van de situatie inziet. En terwijl ik Koen opzoek, mag Bianca zich ondertussen helemaal laten gaan. Ja, dat is misschien wat te wit. Ik vind dat echt geen moeilijke in. Maar eens kijken naar titanium. Dat is wat te donker nog zeker. Ja, ja. Voor de dakvensters verduisteren of ook lekker een soort glasgordijn. Zoals je gaat slapen, dan ga je echt wel een verduisterd. Ja. Dus eigenlijk zoiets van kleur? Ja, zoiets. Zoiets, maar dan ook verduisterd. Ja, ja. Oké. Okay. Dan zoeken naar kleurs dat je graag ziet. Dus als we dan naar de roze gaan, dan zitten we al zo meer naar deze. Deze vind ik wel nog goed. Oké, we zijn hier aangekomen in het bedrijf waar Koen werkt. Zijn ploegbaas Jan is op de hoogte, dus die ga ik eerst zoeken. Dan komen we zo bij Koen terecht. Het is dus hier dat we moeten zijn. En hier is de receptie. Goedemiddag, dames. Ik kom voor ploegbaas Jan. Die is op de hoogte, want wij komen hier een reportage maken voor Plattelands TV. Je weet absoluut niet wat er gaat gebeuren. Hoe gaat hij reageren? Waar kom ik terecht? Spannend, spannend. Maar volgens mij is dat ploegbaas Jan. Dag Jan, goedemiddag, aangenaam. Dat is goed. Jazeker, jij zit op de hoogte van het opzet. Ja. Wij zijn op zoek naar Koen. Ik dank u vriendelijk. Het is de bedoeling dat we gewoon rustig een inleiding. We praten over het bedrijf. En op die manier kunnen we bij Koen geraken en dan kan ik het overnemen. Ja. Spannend. Spannend. Hier, links. Daar is hem daar. Oké. Okay. Hier zijn ze nu aan het tastzakken, aan het spoelen. Ja? Ik denk... Hé, Koen, aan het spoelen. Dat is een kleine installatie. Hier wordt alles voorgemengd. Ah ja, precies. Ja. Koen? Kan ik u een aantal vragen stellen? Ja. Aangenaam. Ik ben Geert. Ja. Hoe was jouw naam? Koen. Koen. Ja. Koen, dit is hier uw werkplek. Of wat doe jij precies in het bedrijf? Ja, ik zit zo overal een beetje. Ik ben polyvalent. Jij kunt alles eigenlijk? Het zijn dingen die ik niet doe, maar de meeste dingen doe ik wel. Hey, maar jij bent iemand die constant in werk is, graag veel werk, graag een drukke agenda heeft. Liever iets dan niks. Ja. Niks is maar niks. Ja, zeker. Dan blijft de wereld stilstaan. Ja. Het is eigenlijk zo, Koen, dat wij er zijn voor een ander soort televisieprogramma. Oei. Ja, zo is dat. Want als ik aan u vraag, jij bent een harde werker, jij kunt goed werken, dan is mijn volgende vraag, geldt dat voor u altijd en overal, zo ook thuis bijvoorbeeld? Ik kan me al voorstellen, hè. Kunt u wel voorstellen? Ja, ik weet al... Heb je al een idee? Ja. Zijn er mee? Mijn man is een klusser. Ja, inderdaad. Serieus? Is jouw vrouw haar man de klusser? Ik vind van wel. Oké. Ja. In 3 jaar tijd heb ik toch al vooruit gegaan, vind ik persoonlijk. Jij mag, als je wilt, meegaan met mij. Jij moet een week, zul jij niet hier op de werkvloer te zien zijn. Jij zult een week op je eigen werkvloer te zien zijn, thuis. Tenminste, als jij zegt, ja, ik ga mee. Uiteraard. Ik ben verschoten van zijn bereidwilligheid om mee te werken. Maar ik heb ook onthouden dat Bianca zei van, als Koen stil is, is hem op zijn gevaarlijkst. Het is dus belangrijk dat ik snel een beeld krijg van wie de echte Koen is en wat er door zijn hoofd speelt. Is het verschieten, hè, man? Ja, ja, enorm, enorm. Die zat ik echt niet zien aankomen. Voelde u niet in het nauw gedreven of een beetje boos? Nee, boos nu niet, nee. Maar ik ben wel serieus verschoten dat ze deze wel gedaan heeft. Mm-hmm. Ja. Dat verwacht niemand, hè, zoiets. Begrijpt u haar roep? Ja, ja. Waking up is harder than it seems. Wandering through these empty rooms. Daar hebben we eigenlijk nooit veel over gepraat. Wordt er dan niet gepraat thuis? Jawel, maar wij discussiëren rap over zo, ah nee, zo. Ik heb het liever zo en zij heeft het liever anders. En ja, dan zeg ik ja, voort dan. Hè. Ja. Dan stop ik. Ja. Dan is het gedaan. Ja. Ja. En dan kruip jij voor televisie. Ja, zoiets. Want
PlayStation? Is dat iets dat u parten speelt? Een beetje dan, waarschijnlijk, hè, ja. Concreet, hoeveel uren speelde per week? Gemiddeld per dag. Gemiddeld per dag 2 uur zal dat zijn. 2 uur. Maar ik speel niet elke dag, maar gemiddeld zal 2 uur zijn. 2 uur. Ja. Op een weektijd 14 uur. Zoiets, ja. Dat is 14 uren die je hebt. Die je hebt, ja. Ik ben al nat van het zweet. Weet je wat het liedje samen is? Het is de nacht. Het zal misschien de laatste nacht zijn geweest van de nacht. Ze durft eigenlijk al bijna niet meer u daarover aanspreken, want ze heeft dan schrik dat er discussies van komen. Ja. En dat er uiteindelijk dan toch in praktijk niks opgelost raakt. Nee. En dat voelde jij dan toch ook? Ja, dat voel ik zeker. Ja. Maar als je dat allemaal dan weet, wat houdt er u dan tegen? Let's go. Koen. Bianca staat boven. Ja. Op u te wachten. Want ja, ze willen u het zeggen. Ik stel voor, ga en verman u. Dank je. Zo dadelijk in Help, mijn man is een klusser. Ik wil dat je gewoon stopt met gamen. Ik weet echt niet hoe ik het anders moest uitleggen. Je bent verslaafd geweest aan gokken. Ja. Heeft u veel geld gekost? Ben weg. Bianca uit Baasrode heeft mijn hulp ingeroepen, want ze is ten einde raad. Ik denk dat ik mijn valies ga pakken. Meen het? Echt. Haar vriend Koen speelt liever op zijn PlayStation dan te werken in huis. En dus besluit ik om hem te verrassen op zijn werk en hem hierover aan te spreken. Ik heb het liever zo en zij heeft het liever anders. En ja. Dan zeg ik, ja, voort dan. Hè. En nu is de tijd gekomen dat Bianca Koen confronteert met haar frustraties. Sorry, Luca. Maar... Wat heb jij mij aangedaan? Ik was beu. Ik ben echt kotsbeu. Dat game, ik ben echt beu. En ik heb het u gezegd, hè, dat hij ooit mij is te veel geworden. En voilà. Ik hoop dat je niet vies aan mij nu. Oh, nee, joh. Ik heb het als je moet gaan. Sorry, ik weet echt niet hoe ik het anders moest uitleggen. Ik wil echt dat ons leven als gezin op de eerste plaats komt en niet die GTA. Ja. Ik wil dat je gewoon stopt met gamen. Dat je hier iets gaat doen nu. Ik zit mij al de tijd tegen dat witte. Dat gamen is mij kostbaar. En ik heb ook gezegd van als dat niet stopt, dat ik mij van iets voor ga pakken. Allee, ik denk dat we 11 jaar bijna samen zijn. En dat is goed. Dat dat wel iets betekent. Ik weet dat je het moeilijk hebt. En dat je uiteindelijk toch beseft dat het 11:55 is. Oké. Okay. Oké. Okay. Hier zijn we. We hebben hier, ja. Hier zijn we, en? Ja, hij wil het toch aanvaren, dus ik ben ook content om dat te doen. Want ik ga niet meer verder anders. Dus het is echt... Er is eensgezindheid. Ja. Jij weet waarover zij praat, jij verstaat haar, jij begrijpt haar. Ja, zeker. Ik ben echt al stressvol op dat kan dat nu. We gaan ervoor en hopen dat we haar eens blij kunnen maken en een keer een beetje gerust kunnen zijn. Oh, je snapt toch waarom ik dat heb gedaan. Allee. Je mag het geven, ik heb daar geen probleem mee, maar niet zoveel. Al een tijd dat ik verdoen heb. Ja, ja. Die gaat er nu inhalen. Voilà. En ik weet wat ik ga doen en dat probeer maar. Ja. Te moed vind ik pas, dat denk ik. Maar je weet toch dat ik, als ik werk, dat ik ja, maar het is zo, alles geef. Zoals nu met die twee lattekens roeken. Ja, dat is waar. Ja. Voilà. Dat was... Ik moest naar school en dan is mijn... Het is altijd mijn uitvlucht. Ik moet altijd mee naar school. Ja, en altijd. Ik werk liever door. Ja, laat zitten. Geloof hem? Nee. Als hij zegt, nee? Niet zo. Ik denk dat hij in zijn eigen denkt van, ik zal mijn best hier doen. En ik zal doen wat jij zegt. En als je er weg bent, denk ik, ga ik terug op mijn spelletjes spelen. Hè? Jij mocht er een week... Bij gaan liggen. Dank je wel. Rustig op je gemak bekomen. Ja. Ga ik ze nog zien in de week? Nee. Ik denk dat jij vooral bakstenen, hout en stof gaat zien. We gaan mogen werken. Ben klaar. Oké. Okay. Ja. Echt? Dan zijn wij dat allemaal. Heel goed. Prima. Nee, ik bedoel, schat. Sorry.
Het is het enige moment, de enige manier dat ik kon doen, snap je? Ja, dat is waar. Het is goed. Ik ben Bart. Dat is Peter. Ja, we gaan hier twee slaapkamers aan maken. Hè. We gaan dat trapgat wegnemen. We gaan hier een nieuwe trap bijsteken. We gaan hier de muur naast zetten. Dan heb je alle privacy aan deze kant. Kwestie van Giprok. We gaan hier zorgen dat we dat terug wat vlakker gaan krijgen. Ja. En dat we dat professioneel gaan uitplamuren. Dat je daarna de amper gaat zien. Ja. Dus dat moeten we wel even serieus gaan richten. Dus serieus wel wat werken. Hier dan eigenlijk de badkamer een beetje verfrissen. Dus je gaat van ons nieuwe kranen krijgen, nieuwe lavabo's. We gaan al die muren eens gewoon vetten, wat opschuren, terug schilderen. Ik heb gehoord dat er problemen waren met de wc voor de gasten s'avonds. Ja. Dus we gaan deze deurgat volledig dicht maken. Uw wc gaan we hier plaatsen. Dan heb je altijd s'avonds een warme wc. Dus dat ga ik hier doen? Ja, dat is uw verantwoordelijkheid. Er is dus enorm veel werk aan de winkel, maar mijn vakmannen schieten direct in actie en ook Koen vliegt er meteen in. De volgende 4 dagen zal er bijna dag en nacht gewerkt moeten worden om van het huis de thuis te maken waar Bianca en de kinderen van dromen. Dag kindjes. Oh, wat doen wij u aan, hè? Ze weten niks, hè, papa. Hey, wat doen wij u aan? Wat is dat hier allemaal? Met mama. We gaan een weekje bij Anna slapen. Kun je dat zitten? En papa gaat een beetje moeten werken. Dan ga ik een mooie kamer voor u maken. Ah. Allee, helpen. Ik ga het niet allemaal alleen doen. Al die mannen gaan me helpen. Okay. Is het goed? Goed? Okay. Ah, ja! Even high five. Een high five? Kusje. Een kusje? Ik denk niet dat ik wil weten wat Koen allemaal nu en de komende week in zijn lijf gaat voelen. Van stress en wat allemaal. Ik denk dat hem... Want nu denk ik dat hij in de fictie zit. Dat eigenlijk dat een droom eigenlijk is, denk ik. Maar ik denk dat als hij in een paar dagen reality heeft, dat het helemaal anders gaat zijn. We gaan weg, Amy. Gaan we ons valies maken? Ja? Ga je papa dan missen? Een beetje wie. Oh, kijk eens. Ik hoop dat ik alles ga meepakken, hè. Ja, doe maar, jongens. Dat was veel spannender. Jullie mogen met zijn drietjes rustig een week relaxen. En papa gaat hard werken deze week. Ik hoop dat. Ja. Ik vertrek met een dubbel gevoel. Dus ik hoop dat ik eigenlijk dan vrijdag toekom en dat ik eigenlijk de Koen zie die ik altijd vroeger heb gezien. Ze zijn weg. Ik zal ze missen. Ja, ja, dat geloof ik. Dat geloof ik. Hoi, papa, ook een dag. Tada. Tada. Veel plezier. Ja, man. Daar gaan ze. Dat is... Dat betekent dat ik mag beginnen. Dat betekent dat jij moet zwaar, ja, beginnen. Dat ik moet aan een zware week beginnen. Inderdaad. Let's go. Koen zal vanavond geen tijd hebben om op de PlayStation te spelen, want er moet gewerkt worden. Ik heb veel gezien vandaag. Ik heb er een gemengd gevoel bij. Ik heb geen idee wat er nog specifiek allemaal te gebeuren staat. Laat ons hopen dat alles goed komt. Auto's open. Het is nog vroeg in Baasrode, maar iedereen is al uren in de weer. Het klusteam geeft gas, want er moet heel wat werk verzet worden op korte tijd. En ook Koen gaat ervoor. Hij heeft de badkamer al van een eerste verflaag voorzien. Hoi Koen, goed geschilderd. Ziet er al goed uit, hè? Ja. Gaat er geraken? Ja, ja, ja. Ik denk het wel, ja. Zeker. Ik ben er zeker van, ja. En wat denk je er zelf van het geheel? Ik vind het toch wel veel beter, want dat bloemenmotief dat was echt wel ouderwets. Dat moest eraf. Dag, oud bloemenmotief. Hallo, nieuwe trap. De huidige trap is niet veilig en dus heb ik beslist om er een nieuwe te laten plaatsen. Ja, dat is wel verschieten natuurlijk. Dat er een trap staat in de kinderkamer waar dat ik altijd binnenkwam voor de kinderen te wekken. Ideaal, hè. Ideaal. Voilà.
Dat is tenminste menselijk. Ik had al langer een trap moeten zetten. Nu dat ik dat zo zie, het voelt echt super. Het is veel beter zo. Ja. Bianca gaat wel verschieten als ze die trap ziet. Amai. Maar Bianca zal niet alleen onder de indruk zijn van de nieuwe trap, want ook de oude badkamer krijgt dankzij Koen straks een complete makeover. En daar horen natuurlijk de juiste accessoires bij. Voilà, hè? Ja, alsjeblieft. Voilà, hè. Bedankt, hè. Alsjeblieft. Ja, dank Salut. U. Salut. De badkamerspullen zijn er, maar Koen beslist om eerst even te skypen met Bianca en de kinderen. Hallo. Hallo, dag schat. Hoe is het? Hallo. Hallo. Mijn kindjes. Hoe is het? Goed. Goed. Miste mij? Ja. Mij zullen ook, hè? Oh, hoe is het? Ja, ça va. Ik heb een briefje gemaakt. Ja? Amai. Dan moet je mij geven vrijdag, hè? Ik heb een cadeautje. Heb je een cadeautje? Ja, Evie? Ik ben hier, maar ik ben vermoeid. Het valt nog mee. Ja, amai. Ja, hè? Allee. Papa gaat werken. Tada. Love you. Love you. Zie jullie graag, hè? Ja, wij ook. Ben weg. Dat ik mis de kinderen wel. Bianca gaat samen met haar zus op zoek naar meubels voor de nieuwe slaapkamers. En ook al zijn de werken thuis in volle gang, toch heeft Bianca nog steeds haar twijfels. Ze kan ook niet vergeten dat Koen haar de voorbije maanden serieus heeft verwaarloosd. Ik hoop dat hem zijn moed terug heeft gepakt eigenlijk. Dat hem, zoals gisteren was hem echt verschoten. Gewoon zijn gezicht was zo, oh, kei cool. En... Dat is raar, hè? Dat ja, ik kreeg een kiekenmisje van. Hij was echt zo heel cool en geen... En Koen is ook niemand dat hulp vraagt, hè? Nee. Koen is iemand dat alles alleen probeert, ook al iets verkeerd. Ja, maar ik weet dat wel, maar ja, wat kon ik eraan doen? Als hij iets soms te veel op de playstation, allez, op zijn GTA, het liefst liever spelen, ja, kon ik toch niet aan doen. Ik heb het wel een paar keer gevraagd, ik kan niet blijven zagen, ja, hè? Dat is dat ook een beetje, hè? Oké. Dus... Het lijkt erop dat Koen en Bianca uit elkaar aan het groeien zijn. Hun relatie is nog maar een schim van wat ze ooit was. Oh, dat is de liefde naar boven halen. Ja, wat is dat? Naar moeder. Samen tv kijken, gewoon in de zetel. Of zoiets dat je samen de passie en de liefde terugvindt. Ja, ja, dat is waar. Maar ja, ik ben dat nu al zo gewoon, weet je dat? Mij was al een gewoonte. Soms kwam er wel op neer dat ik dat hem eerst wilde gamen. Dan dat alleen snapte. Maar dat meen je toch niet? Dat is toch niet meer normaal? Deze is nee, echt dat niet meer normaal. Is normaal. Voilà. Ja, ik ga doen. Dat ik binnen een half uur kan beginnen gamen. Ja. Hey, maar dat ik kan er nu mee lachen, maar eigenlijk is dat beschaamdelijk. Dat ik echt op mijn klokje te kijken van... Oh, amai, dat duurt 5 minuten, jongens, die al lang. Op dit moment ben ik niet zo gelukkig. Nu besef ik pas dat dat spel eigenlijk boven ons stond. Dus als je dan gelukkig bent, ik weet het niet. In Baasrode krijgt Koen hulp van zijn vrienden. Vader Geertje. Alles goed. Ja, wat joh? Hey, het is zo slecht weer, joh. Ja, het is in het andere. Ah, David, zie. Camera ploeg. Alles goed? Dat zou wel zijn, zeker. Ja. Nog hulp, ze biedt kunnen we hier niet meer in. Hey, wat is, kan dat kloppen? Ja, ik moet hier maar slecht dingen aan doen. Dus wat we moeten nog gebeuren, dat is de badkamer nog schilderen. Hè? De eindlagen moeten er nog op. Printjes zetten, even allemaal schilderen. Dat murkje moet hier ook nog dichtgemaakt worden. Dan moet nog een deur gaat gekapt worden. Oké. Okay. Okay. Goed, starten. Ik heb hier een spullen voor te verven. We gaan dan in de bakjes nog wat verf doen. Dat het eigenlijk is in orde komt, hè, Koen. Ja. Als jij het niet doet, moeten wij het samen maar doen. Hè? Ja. Het is toch waar? Je hebt gelijk. Samen gaat het sowieso beter. Dan alleen. We hebben nog 10 minuten, hè. We kunnen aan het volgende beginnen. Ja. Kom hier in orde, jong. Bart haalt het zware materiaal boven voor een nieuwe ingang naar de badkamer. Hey, kom. Hallo. Dat is het begin al, hè. Ja. Dus gaan we dat helemaal openkappen, hè. Ja.
Goed. Ik ben benieuwd. Oké. Okay. Leveranciers rijden af en aan. Ook het bedlinnen wordt geleverd en dat betekent dat het einde van de werken langzaam in zicht komt. Kan ik je soms helpen? Lukt het? Goed weer. Er is al 3 dagen hard gewerkt en dus ben ik heel benieuwd naar het resultaat. Wow, 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 wow. Zeg, kijk eens aan. Deze schrijf. Ik kan hier even passeren. Wauw. Hey Bart. Hey Geert. Goedemorgen. Ça va? Ja, met mij wel. Het is al veranderd, hè? Met jullie? Hoe lag het hier? Ontschilderen ze. Hey, maar het is onwaarschijnlijk veranderd al. En die een trap? De trap staat er al in. Chic, joh. Gisteren wel. Graaf. En hoe doet de Koen het? Hij gaat nog heel veel moeten leren. Ja. Maar mijn naald kan hem nog niet. Gipro kan hem nog niet. Dus... En is de wil... Is er wel, maar... het duurt allemaal heel lang. Hm. Iemand kan maar doen wat hem kan doen binnen zijn mogelijkheden. En het feit dat de wil er is bij Koen, dat houdt Bart kalm. Eerst, ah, daar zit. Dag Geert. Dag Maatje, hoe is het? Goed, goed. Hoe gaat het hier? Ja, zeg, hé. Dat is het ook wel verschieten. Het is verschieten, het is echt verschieten. Het ziet er geweldig uit. Ja. Maar echt waar, heel tof. En deze? Dat was hier een open vlakte. Ja. Heb jij dit allemaal zelf gedaan hier? Ja. Het is mijn projectje. Ik hoor ook van Bart dat je goed werkt. Ja. Dat je volle inzet toont. Nu vrees ik wel, de snelheid van uitvoering is misschien net aan een trage kant. Dan moeten we een beetje... Dankje bijsteken, hè. Ja. Even... want anders halen we het niet, vrees ik. Ja. Het belangrijkste is het eindresultaat. En dat is heel mooi en heel goed. Hij begint een beetje los te komen. Ik denk dat hij zelfvertrouwen krijgt, dat hij voelt dat het gaat lukken. Wil jij nog eens silicone bestellen voor een sanitair kit? Een bit aan rupsen, denk je dat is. Hoeveel? Een busken of 8. 8? Dat is wel zo'n beetje. Ja, dat is hem. Ja. 8 stuks, hè? Ja. Oké. Want, dat kom je naar binnen. Oké, merci. Jo. Ik heb beslist om Koen even mee te nemen voor een gesprek van man tot man. Ik wil graag zijn kant van het verhaal horen en praten over de invloed van al dat gamen op zijn relatie met Bianca. Om nog even terug te komen op die PlayStation. Vertel eens, wat drijft u om zo fel daarmee bezig te zijn? Waarom slorpt dat u zo op? Ik vind dat een soort van ontspanning, een soort van afleiding voor misschien slechtere dingen te doen. Hè? Er zijn er die slechte hobby's hebben. Wat zijn slechte hobby's? Verslaving aan gokken of weet ik veel. Want dat was vroeger bij mij het geval. En dat heeft mij op het rechte pad geholpen. Je bent verslaafd geweest aan gokken? Ja. In de casino, online? Online, dat is het gemakkelijkste. Je zit thuis en dat was juist dezelfde uren dan dat ik nu speel. Heb je daar veel geld mee gewonnen? Of heb je daar veel geld mee gewonnen? Nee, anders zou ik er niet mee stoppen, hè, als ik er geld mee win. Heeft dat impact gehad op u, op uw relatie? Ja. Zeker. Heeft u veel geld gekost? Ja. En dit is dan eigenlijk een soort van compensatie? Nee, dat is geen compensatie. Bij mij heeft het vervangen. Oké. Dat is het. Ik vind dan persoonlijk dat ik liever zoiets speel, dat ik geen geld verlies, dan dat ik honderden euro's zou opspelen. Heb je de drang nog? Ik heb de drang niet meer, door het spel. Oké. Okay. Begrijpt Bianca dat jullie met z'n allen eigenlijk veel beter af zijn nu, ten opzichte van vroeger, met dat gokverhaal? Ik weet niet of ze dat beseft. Nee. Moeten we maar eens gaan praten. Oké. Ik ga ze erbij halen. Super. Bianca? Ja? Goedemiddag, het is Geert hier. Zo dadelijk in Help, mijn man is een klusser. We gaan een deal sluiten. Voilà. Deze is echt een kamer nu, tegen dat het was. Nieuwsgierig, ja, nieuwsgierig. Ik zal zo mijn nagels kunnen afbijten.
baas Rode is het alle hens aan dek op deze laatste klusdag. De kamers beginnen vorm te krijgen, maar we zijn er nog niet. Ik heb Koen meegenomen om een gesprek te hebben over de invloed die zijn gamen heeft op zijn leven en zijn relatie. En ineens blijkt dat het probleem veel dieper zit. Ik was vroeger verslaafd aan de gokken. Sorry. Een moedige bekentenis die het spelen op de PlayStation in een heel ander daglicht zet. Ik heb Bianca erbij gevraagd om de problemen te bespreken en een oplossing te vinden zodat hun relatie terug kan worden zoals ze was. Hoe gaat ie? Het is interessant om altijd een verhaal langs twee kanten te horen. Waar jij zoveel problemen mee hebt, zijn dat PlayStation GTA verhaal. Ja. Dat kent ook zijn oorsprong en het is ooit erger geweest, ja. Lijkt. En ooit verslaafd aan gokken, dan is dit natuurlijk een pak beter. Ja. Leefbaarder. Ja. En als ik eens één keer op een week of twee keer op een week wil ontspannen, ja. We gaan een deal sluiten, één keer per week mag ik eens ontspannen en de rest van de week. Oké, super. Voilà. Voor mij is dat ook. Ja, waarvoor? Okay, tot dat staf is. Okay. Als je aan die dier houdt, vind ik het perfect. We zullen wel zien als ze het meent en dan kunnen we samen ervoor vechten en voor gaan. Als jij hem begrijpt en als jij het gevoel hebt van hij meent hier wat hij zegt. Dat is voor mij het belangrijkste. Ik geloof het. Ik zie twee mensen die willen. Het is niet zo'n geluk dat we zo lang samen zijn. Ik wil een toekomst. Dus ik hoor, kan er ook dat niet. Een goede toekomst. En een goede knuffel. Ja. Ik heb nogal veel vertrouwen in die twee mensen. Ik kan me daarin vergissen, maar ik heb echt het gevoel dat ze oprecht elkaar teruggevonden hebben. Kom maar gewoon binnen, ik kan er nog juist bij, denk ik. Amai, amai, amai. Hey, Koen. Wat een verandering, zeg. Je ziet al te veranderen, hè? Goh, dat is... immens verschil. Toch? Ja, dat is beter als beneden, hè? Wat denk je? Je kleine mannen? Ja, die zullen wel kei content zijn. Ja. Het is wat anders, hè? Ja. Deze is echt een kamer nu. Tegen dat was, toch op niks. Hè. Yes. Maar je ziet, als ik hier een beetje verder doet, wat je kunt doen voor je kindje zelf. En is deze kamer bijna af, zo. Nog wat printjes zetten. Dus dan kunnen de gasten bij gaan verhuizen. Dan kunnen ze hier komen slapen. Zullen content zijn? Dat zal wel zijn. Goed gedaan. In Baasrode zijn de grote werken eindelijk achter de rug. De laminaat ligt er, de verf is droog en de meubels zijn gearriveerd. Alleen de finishing touch moet nog gebeuren. En mijn deco-team laat niets aan het toeval over, zodat Bianca en haar meisjes straks kunnen thuiskomen in een warm nest. Het is eindelijk zover. Bianca komt vandaag naar huis. Bianca wilde zo graag dat haar Koen stopte met gamen en eindelijk dat huis ging afwerken. Ze wilde ook zo graag een wc binnen in huis en die bovenverdieping afgewerkt zien. Eens kijken of Koen zich aan zijn afspraken heeft gehouden. Koen. Dag Geert. Arse. Hoe gaat het? Goed. Ja, alle werken zijn afgerond. Dus, De nieuwe Koen. Ja. De nieuwe Koen. Ja. Hé hey man, serieus, knap zijn, hè? Echt knap. Die trap, dat is het. Het! Een magnifieke dat trap. Is de parel van het nieuwe huis, ja, hè? Ja. Echt de kroon op het werk. Ja. Dat vind ik echt prachtig. Dus... wat doet dat met je, man? Oh, het is precies een droom dat uitkomt. Ja. Dus. Een hele metamorfose. Echt wel. Ja. Echt wel. En zie je het nu ook zitten om die lijn door te trekken als wij Natuurlijk. Ik ben daar heel kordaat in. Zeker gaat dat door. Ja. Tot in de puntjes wordt dat hier een paleis. Ja. Dat is zeker mijn bedoeling. Fantastisch. De aanzet is gezet. Dat is wel heel duidelijk. Er moeten nog een paar kleine spullen gebeuren, denk ik. Ja, inderdaad. Stel voor, kleed u om, zet u in iets proper. Ja, oké. Okay. En dan ga ik uw vrouw kunnen halen. Oké, okay, super. Ik ben
Staat te popelen. Is het waar? Ja. Let's go. Tot straks. Tot straks. Ik ben echt curieus wat ze gaan van vinden. En, ja, laat ze maar komen. Hoi, Bianca. Hallo. Kom erin, kom. Ah. Je ziet er geweldig uit. Dank je wel. Wel veel stress, maar... Is het waar? Dank je wel, ja. Oké, maar dat gaat allemaal goed komen, hè? De grote dag. Ja. Dat is stressig, hè? Stressig. Echt stressig. Dat is... Ja, mijn maag, alles ja, kriebelt. En wat zijn voor u zo... Ik ga gewoon al blij zijn als de kamers af zijn, dat we tenminste kunnen slapen. Ja. Allee, snapte? Heb je hem gemist? Ja, echt wel. Ik heb nog nooit 5 dagen zonder hem geweest. Hè. Nee? We hebben nog nooit, misschien 1 keer 1 nacht zonder elkaar geslapen sinds die 11 jaar dat we samen zijn. Wow. Dus en ik wil eigenlijk niet meer doen dan 5 dagen zonder hem. Dus, dat zal ook niet meer nodig dus, zijn. Dus amai, dat is echt... En heb je zo een specifiek favoriete ruimte of plek of kamer die je toch wel graag zou willen... Dat ik al van in het begin zeg, is gewoon de toilet. Dat is het enige wat ik een beetje hoop, maar niet verwacht, dat er wel een toilet in huis is. Nieuwsgierig, nieuwsgierig. Ik zou zo mijn nagels kunnen afbijten eigenlijk. Ik doe dat nooit, maar nu zou ik het wel kunnen doen. Dus... Le moment supreme. Laten we naar binnen gaan, jong. Moet je gasje geven? Spannend, hè? Ga maar in, of niet? Ik ga je nog wel blinddoeken. Oké. Okay. Jij moet een beetje aanvoelen dat hij goed zit. Ja. Voilà. Bianca, je ziet niks meer. Nee. Hoeveel vingers zet ik? Ik heb nu echt wel 4 vingers voor je neus, maar zie je dat niet, hè? Nee. Allee, ik weet dat nu. 3, 2, 1. Vertrouw mij, ik neem je mee. Ik hoop het. Oké. Okay. Oh. Bianca, zet maar. Ja. Weet jij, heb jij een idee waar we nu zijn? Op de tas dat ik denk dat eigenlijk al niet klopt, ben ik door een muur gegaan. Dus dat klopt al niet. Dus als je zo door muren kunt lopen... Ja, ik zou het... Ik hoop... Allee, het gevoel dat ik niet naar boven... Dus ik denk dat ik nu in de kleine badkamer zit. Oké. Okay. In onze kleine badkamer. Oké. Okay. Ik stel voor om je blinddoek af te doen. Jawel. Kei chic. Om echt een toilet te hebben, verschot ik echt tot. Dat was echt verschieten. Zoals normale mensen nu eindelijk een toilet in hun huis hebben. Ja, sorry, ik ben er even zo. Een wc, dat is hetgene wat bovenaan uw lijstje stond? Ja, dat is voor mij al goed. Ik kon niet verwachten. Alles af, alles echt mooi. Zelfs de kleuren, dat zacht. Het is ja, echt kei mooi. Heb je enig idee waar we nu zijn, Bianca? Als ik denk dat we door onze kamer, dus dan zijn we normaal in Kidra's evenkamer. Oké, okay. Doe je blinddoek af en kijk rondom u heen. Amai. Dat is nu dat ik niet van verwacht heb. Dat is gewoon, ja. En die trap, allee, het is zo... Onwezenlijk. Ja, ik kan het niet geloven. Hè. Dat is wat anders hè, dan dat smaltrapje. Mooi, echt waar. Hoe verstaan, ik kan niet zeggen. Oké, okay. Kom eens hier. Je bent er van aangedaan, hè? Ja, ik ben er niet goed van. Is dat niet goed van? Nee. Maar dat is positief, hè? Positief niet goed zijn, maar iets. Het kan. Ik vind het echt mooi. Het is mooi. Het is prachtig. Ik kon me niet meer inbeelden hoe dat was. Het was echt al zo verschietachtig dat ik daar binnenkwam dat in één keer was, ja, werd gedaan. Dus het was echt, echt verschieten. Ja. Bianca, enig idee waar we zijn? Wat dit vroeger was? Ik denk dat boven, van boven, tak, ja, dat niks was afgewerkt. Dat was leeg en ruw. En wat was het plan, uw droom hier? Een slaapkamer en een kinderkamer. Doe u een doek maar af.
Nee. Daar ben ik even wel niet goed van. Master bedroom? Ja, goeie grote. Hey. Super. En echt een kamer, hè? Allee. Amai. Deze is een slaapkamer om met twee 's avonds toe te komen, denk ik. Dat is echt amai, de max. De romantiek zal hier terug. Ja, ik denk dat ook. Ik ben daar eigenlijk vrij zeker van. Ik heb echt een heel romantische kamer. Het is echt heel mooi ingericht. Het is echt heel mooi. Ik kan het niet anders uitdrukken. Het is echt heel schoon gedaan. Wat hebben we nog niet gezien? Kinderkamer. Kinderkamer. Ja. Dat zou wel een stoutse droom zijn. Dat zou een stoutse droom dat zou niet. Ja. Ik zou zeggen, ga ervoor. Ja? Mm-hmm. It's all yours. Mooi, amai. De jammer schiet. Oh, die komt in zijn. Een bureautje. Mooi. Dat is echt super. En dat was het wauw-effect. Zoiets echt dat je al denkt van de kinderen zouden echt. En dat is ook nog dat ze een scheidingsmuur hadden. Dat ieder eigenlijk een beetje apart kamer hebben, maar eigenlijk zijn ze samen. Dat is echt mooi gedaan. Alles was natuurlijk niet mogelijk zonder een vent. Ja. Die de handen uit de mouwen heeft geschud, waar, die dag en nacht heeft gewerkt. Ja. Uwe vent. Ja, ik zie het. Het is echt super. Het is echt amai. Ik zal hem er eens bij halen. Oké, okay, is goed. Merci. Kom binnen. Amai, wat is dat hier? Super, hè? Zot, echt keizot. Ik heb alles gezien en ik vond amai, echt verschieten, joh. Verschieten, ik bedoel. Verschieten. Chic, hè? Echt chic, echt chic. Ik kan niet anders zeggen. Ik ben misschien wat ze gaan zeggen, de twee. Dat is eigenlijk een heel nieuwe woning. Ja. Vind je dat niet? Ja, ja, wel, ja, echt dat bo. Ik zeg wie mijn mond stond open als ik onze camera zo zag. Schitterend. Echt mooi. Het goed gewerkt ook. Ja, echt mooi. Ik zit aan je ogen. Ik zag Bianca haar glimlach en ik zag direct van oké, het is perfect. Kom maar. Mijn toekomst is zoals de kinderkamer rooskleurig. Kom eens kijken. Hoi. Oh. Hola. Kom eens kijken. Okay, even kijk eens. Kijk eens, dat is jouw kamer. Kijk eens, dat is jouw bed. Kijk, een Kira bed ook. Ben je blij, Evi? Ja. Dat is Evi's slaapkamer, hè? Voilà. Oh, my. Je zag direct aan de kinderen in hun ogen van, wow, wat is hier? Je zag ze echt open bloeien, alle twee. Dus echt fantastisch. Wat vinden jullie? Van jullie nieuwe kamers? Mooi. Ja? Had je dat ooit verwacht? Nee. Dat papa zo'n mooie kamer kan maken? Ja. Ho, ho, ho. Wat vind je het leukste aan de kamer? De kleuren. Mm-hmm. Het avontuur was heftig, maar wat je er eigenlijk in de plaats hebt voor gekregen, vind ik het fantastisch. Echt fantastisch. Zijn er knuffels? Ah, de mama, zo. Papa, ja. Papa, ah. Papa heeft meegedaan. De eerste, ja, knuffeltijd, hè? Maar Lucas, dat komt. Koen, het doet u iets, hè, man? Ja. Het komt u terecht. Het is van u. Je hebt daar bewezen dat je het wel kunt. Hij heeft dat heel goed gedaan. Supergoed zelfs. Hij heeft bewezen. Ik ben fier op jullie allemaal. Echt waar. Ik kook op hem. Geen beetje. Koen is echt veranderd. Hij heeft plannen, hij heeft een toekomst. Allee, ja, hij wil verder gaan nu. Dus echt keihard. Echt, ja. Het heeft echt zijn hoop over gedaan en echt, hij gaat er vol een bak voor. Het was mij een waar genoegen. Ik ga jou zoenen. Ik ga jou zoenen. Kusje. Bianca. Merci voor alles. Echt merci voor alles. Dat zijn jullie ook, want jullie hebben dat fantastisch gedaan. Koen, beste vriend. Hey. Six en een man. Heel goed. Ik doe mij ook plezier, doe me ook heel veel deugd. Ik ben er ook enorm gelukkig mee, want ik zie hier alleen maar, ik zie hier alleen maar geluk. Dus dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Dat is waar. Ik zou zeggen, geniet van dat geluk. Oprecht en terecht. Merci. Ja, ik wil de klussers hartelijk bedanken voor hun overuren en zo. Dat zou mij helpen. Het
komt alleen maar goed. Dus emotie en emotie hoort bij moeilijke tijden, maar hoort ook bij mooie tijden. Het komt hier goed, ik laat ze alleen. Het is van hun. Ik was niet zeker dat het ging lukken. Op een gegeven moment zag het er benard uit. Maar zij zijn gelukkig. Dus ik ben ook gelukkig. Missie geslaagd. Bye. Volgende week in Help, mijn man is een klusser. We zijn al 8 jaar aan het verbouwen, maar het gaat hier niet vooruit. Dit zou een keuken moeten worden. Wim heeft alle comfort die hij nodig heeft. Ja. Ah ja? Ja, voor Wim is alles in orde. Ik ben weggegaan. Ik was beu. Natuurlijk, als man heb je het daar moeilijk mee als je vriendin in die tijd toch vreemd gegaan is. Het moet ergens egoïstisch zijn voor mij en de kinderen. In die situatie van hen zou ik eigenlijk niet kunnen leven. En mijn vriendin nog minder. Ik ben hier niet gelukkig. Hij is niet wakker geschoten. Er gebeurt niks. Die staat te gapen. Man. Ik ga niet meer weg. Hij mag vertrekken. Ik ben wel in mijn gat gebeten, ja.